Leyte. Spaarne. Leyte. Willem III. Willem III. Opgelet. Wat? Maar ik vraag u tot het dat u hier dus niet moet volgen. Ja, Tomma, blijf hoog, Tomma! Ja, en we zien hier dat de jongens dubbel 2 finale ja, toch al bijna over de finish komt. Wat we zien is dat eigenlijk het Spaarne, als ik het goed heb, hier als eerste over de finish weet te komen. Met ja, daarachter die Leyte 1, die Leyte 2. En ja, de rest van het veld doet er even wat langer over. Ja, zoals we in de voorwedstrijd zagen, is dat Spaarne toch wel de betere ploeg was. In de voorwedstrijd hebben zij namelijk ook al een grote voorsprong gehad en een betere tijd gevaren. Ja, het is eigenlijk een herhaling van zetten. Toen ook was het Spaarne wat eerste werd en die Leyte 1 wat erachteraan kwam met mijn naamgenoot Ruttenberg erin. En die trekt nu ook weer net aan het kortste eind. Die moet de overwinning laten aan het Spaarne. En dat zijn Tomba, Moreau en Mollet die daar naar het erevlot mogen komen.